Wij zijn er klaar voor. We hebben hier de afgelopen weken heel hard gebouwd om Beauty and the Beast in te huizen. En ook in het voorhuis is alles weer spik en span om te zorgen dat we de eerste gasten kunnen ontvangen. Nou zijn jullie denk ik als Circus Theater een hele mooie graadmeter ook voor onze zakelijke evenementenmarkt. Wat gebeurt er? Wat ontwikkelt er zich rondom bijvoorbeeld een musical? Wat zie je qua aanvragen vanuit de zakelijke markt? Wat we in de zakelijke markt zien is toch echt wel dat live contact heel erg belangrijk is. In deze tijd waarin we toch allemaal steeds digitaler zijn en heel veel contact hebben via Skype en andere methodes, blijft het toch ook heel erg belangrijk om je relatie echt te bouwen. Ja, en dat waar anders dan in het theater. En zeker in deze tijd, ik denk dat je geen betere plek kan bedenken waar je samen kunt komen om een leuke avond uit te hebben. En ook kunt bouwen aan je relatie samen. Zodat je aan het einde van de avond zegt, ik heb een fantastische avond gehad. En we weten weer waarom we met elkaar zaken doen. Nou kan ik me van een hele tijd geleden herinneren dat bij steeds de theaterarrangementenafdeling ook echt heel ver ging in custom made en alles op maat maken. Is die vraag er nog steeds of schuif je met arrangementen een beetje naar links en rechts en is dat echt volledig custom made een beetje verdwenen? Nee, het custom made is er nog steeds, maar we kijken natuurlijk wel wat vraagt de markt. En de markt vraagt ook wel gewoon in eerste instantie een DA. Wat bied je? Nou, daar hebben we speciale pakketten voor samengesteld. Maar dat biedt wel de basis voor het idee. Op het moment dat wij gaan in gesprek met de zakelijke klant en zeggen wat is je doelstelling? Wat wil je bereiken? Wil je netwerken? Wil je juist echt aan de relatie bouwen? Wil je je gast een fantastische avond bezorgen? En daar kijken we dan naar en daar maken we dan echt het pakket voor. Dus het kan zijn van, nou, ik weet al wat ik wil. Ik wil dat pakket en ik wil een high tea. En vervolgens is het pakket in één keer klaar. Dat kan. Maar het kan dus ook zijn dat we nog veel verder gaan in een op maat gemaakt pakket met een workshop. Je kunt het eigenlijk zo gek maken als dat je zelf wil. Wij zien dat mensen echt wel behoefte hebben aan weer de link leggen met hun relaties. Dus dat ze echt ook weer behoefte hebben om eruit te gaan. Dus ook wij hebben meer aanvragen binnengekregen. En mensen zijn heel bewust in wat ze uit willen geven. Dus wel ook heel duidelijk de doelstelling erachter. Ja, en ik denk dat wij daarin een hele goede partner kunnen zijn om een mooi pakket op samen te stellen. We hebben hier een prachtig theater, dus we hebben de mogelijkheid om een vergadering, een workshop, een productpresentatie, om van alles eraan vast te koppelen. Zodat het voor de werkkostenregeling ook akkoord is. En ja, je merkt wel dat daar steeds bedrijven interesse naar hebben om die koppeling te maken. Wij zijn als locatie niet alleen maar locatie. Wij zijn ook absoluut een adviseur in het evenement. We hebben ook onze eigen accountmanagers en evenementenmanagers. Die dat hele evenement van begin tot het einde kunnen vormgeven. Zelfs als dat gevraagd wordt van de uitnodiging tot de after sales. Dus die mogelijkheden bieden wij ook in één paraplu, in één pakket. De grote uitkopen, de massa evenementen als in van een bedrijf komt gewoon met het hele personeel of met alle relaties binnen. Is die markt er weer? Is die weg geweest? Hoe zit dat nu bij jullie? Ja, die markt is absoluut minder geweest, maar wij merken nu ook dat die weer aantrekt. Dat die aanvragen er weer zijn en dat bedrijven ook weer willen laten zien dat ze er zijn. En dat ze met hun personeel of met hun gasten iets willen vieren. Willen laten zien dat ze weer geloven in de economie. En wij zijn heel blij dat wij daar onderdeel van zijn. En wij zien absoluut daar weer een positieve trend in. En merk je daarbij dan ook, want dat zijn natuurlijk ook wel investeringen van een bedrijf die hier wel even in het hogere segment zitten. Merk je daar dan ook dat bijvoorbeeld jullie zaal gebruikt wordt voor de content en de inhoud? Absoluut. Dus vaak wordt het aangename en het noodzakelijke wordt gecombineerd. Dat zie je dan veel. Dus dat er eerst een presentatie is in de zaal waarin informatie gedeeld wordt. Je ziet ook dat het netwerken heel belangrijk is voor als het gaat om zakelijke relaties. En het is heel belangrijk om een stukje kennisdeling, opbouwen, teambuilding. Dat erin zit op het moment dat het met personeel is. Maar wat ook belangrijk is, is dat er een stukje ontspanning in zit. In een tijd waarin er heel hard gewerkt moet worden, vaak met minder mensen, dat er aandacht is voor de mensen om ook te genieten.